Hey, hallo allemaal, welkom bij K-Reef. Vandaag wil ik het eens hebben over onderhoud. Een deeltje van onderhoud dat ik gedaan heb aan mijn aquarium. En dat heeft één te maken met de eiwitafschuimer. En twee, mijn stenen, mijn rotsen. Of riefsteen, beter gezegd. Ik moest dringend de eiwitafschuimer kuisen. Die zat vol met detritus en ananassponsen, zou ik maar zeggen. En dus kleine filtervoeders. En ik merkte ook als ik de eiwitafschuimer uitzette voor te voeren of voor iets anders aan het aquarium te doen. En dan, als ik dan de knop van de DJ switch terug aanzetten, dan duurde het soms eigenlijk toch wel 10 tot 20 seconden eer dat de eiwitafschuimer weer begon te draaien. Je zag wel dat het water wat omhoog kwam, maar het duurde even eer dat hij echt de lucht ging mengen en terug op volle toeren draaien. Dus ik dacht, het is zeker tijd. Ik heb de eiwitafschuimer dan uit de bak genomen en dan kon ik meteen zien dat het echt wel de moeite was om hem direct te gaan kuisen. En hoe ging ik hem kuisen? Ik heb een paar emmers genomen. Met die emmers heb ik gevuld met osmosewater en ik gebruik toch altijd osmosewater om mijn spullen te kuisen met azijn. Dus de skimmer helemaal uiteengehaald, de eiwitafschuimer dus, hè, helemaal uiteengehaald en dan ben ik begonnen met alle onderdelen in de emmer te steken en heb ik 3 liter azijn bij het water toegevoegd. In de kleine emmer enkele delen komen er niet bij in de grote emmer. Dus in de kleine emmer heb ik ook nog eens azijn toegevoegd. Ik geloof dat het 1 liter was. Of 1,5 liter. Ja, 1,5 liter. En 3 liter azijn in de grote emmer. In de grote emmer heb ik dan ook een stromingspomp gestoken. Om eigenlijk ja, toch een beetje een wasmachine effect te creëren. En die pomp die moest dus ook gekuist worden, dus dat waren 2 vliegen in 1 klap. Dus met de stromingspomp, het water en het azijn heb ik alles de hele nacht laten mixen, goed laten intrekken. En dan 's morgens vroeg ben ik meteen begonnen aan alles uit de emmers te halen en te spoelen met nogmaals osmosewater. Alles gespoeld, afgekuist met sponsjes en een tandenborstel. Het voordeel dat ik heel de nacht heb laten intrekken is dat alles er zeer gemakkelijk afkwam. Ik moest maar even wrijven met de tandenborstel of met het sponsje en alles liet los dan hetgeen dat nog niet losgekomen was. En dan heb ik alles weer gemonteerd en de eiwitafschuimer was weer picobello, net als nieuw. Het is toch belangrijk om uw pompen, eiwitafschuimers, dus als het stromingspompen of terugvoerpompen, om deze zeker op tijd te onderhouden. Want ze gaan minder goed werken als ze vuil zijn. De eiwitafschuimer terug in de sump gezet en na een uurtje was er alweer groene smurrie te zien in de opvangkom. Wat heb ik dan nog aan het aquarium gedaan? Ik heb mijn stenen veranderd. Dus het riefsteen, ik heb er wat uitgehaald en een paar verplaatst. Omdat ik vond met de platte steen bovenop, ik vond de scape heel leuk, maar ik wil toch bovenaan op de riefstenen meer harde koralen, dus SPS. En ik dacht, als ik deze steen eruit haal en
misschien later nog stenen toevoeg, meer naar de achterkant van de bak, om meer diepte te creëren en meer ruimte voor de koralen om te groeien. Nu merk ik ook aan de vissen dat ze veel vrijer zwemmen en veel meer rond de stenen zwemmen ook dan voorheen. Nog een voordeel dat deze stenen weg zijn, is dat ik aan de linkerkant veel minder schaduw heb nu. En dat het veel makkelijker is om stroming te creëren tussen de stenen, zodat er vuil wordt mee opgenomen en verdwijnt naar de filters. Nu, dit was maar een korte film, hoop ik toch niet te kort, over het onderhoud van een eiwitaschuimer en de reden waarom dat ik mijn scape heb aangepast. Toekomstige video's die er nog gaan komen zijn het kiezen van een zoutwateraquarium. Want je kan verschillende opstellingen kiezen natuurlijk. En er komen echt video's voor het opstarten van zoutwateraquariums en van A tot Z. Ik ben zelf nog niet aan zet, maar ik hoop tegen dat de video's aan zet komen, dat ik ook dus aan zet zit of aan dubbel zet. Maar dat doen we samen met jullie, komen we er wel uit en gaan we proberen om zoveel mogelijk informatie te geven. Ik ga geen les geven, ik ga niet zeggen hoe jullie het moeten doen, gewoon informatie en mijn ervaringen die ik nu beleef in deze hobby met een zoutwater aquarium. Wat gaat er nog komen? Binnenkort gaat er ook een wedstrijd komen. En die wedstrijd gaat zijn voor de 250 abonnees, want daar ben ik bijna. En in die wedstrijd, als jullie mee willen doen, zal je een klein korte video moeten maken. Maar dat leg ik dus later allemaal nog wel uit. Ik hoop dat jullie nog dus bij mij blijven. Ben je nog niet geabonneerd? Druk dan op het abonneerknopje. Vergeet niet het belletje naast de abonneerknop. Zo krijg je altijd een berichtje wanneer ik iets nieuw upload. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.